Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Beliefjes, en wat fijn dat we er weer zijn bij deze mooie aflevering van Let's Play Train Mechanic Simulator. Dames en heren, de vorige keer waren wij gebleven bij, bij opdracht 5 eigenlijk al. Hoe kan het nou eigenlijk dat hoe dichter bij je komt, hoe waziger de boel wordt eigenlijk? Heeft het iets met graphics te maken? Even te kijken naar, V-Sync, bladibladibla, ACMT en Verkloos, nee. Nou, wel high, Texas. Kan er nog, super high. Nou ja, goed. We waren gebleven bij opdracht 5. En opdracht 5, job order, ja. We moeten dus reparaties moeten we doen. En we moeten alle elementen moeten wij eigenlijk checken. Dus dat is een heel goed idee. Dus wij gaan eventjes hier kijken hoe, hoe het compartiment eigenlijk eruit ziet. En ze zeiden dat het in de truck zou zitten. Dus nou ja, en gezien de truck, ja, daar kun je natuurlijk echt, daar kan echt heel veel meer aan de hand zijn natuurlijk. We zetten natuurlijk even dat apparaat hier in testing mode, maar ik heb het gevoel dat hier niet aan de hand is. We gaan eventjes eerst globaal kijken of er iets aan de hand is met met het spul eigenlijk. Dus even kijken. Ik hoop nog niet dat die compartimenttanks kapot zijn, gelukkig niet. Dus dat kan echt verrot zijn als hier iets van kapot zou zijn, dan kun je namelijk al de boel vergeten, zover. Even kijken, ik wil eigenlijk ook bij de motor kijken. Moet ik een apart op de motor klikken? Ik denk het wel. Even kijken, hoe ziet dit eruit, zonder dat ik eventjes iets aan doe. Het ziet wel een beetje verroest uit, maar of het nou kapot is? Nee, het is niet kapot. Zo erg is het er nou ook weer niet aan toe eigenlijk, hè. Maar in de order staat ook van make necessary repairs to the truck. Dus ik denk als we het over de truck hebben, kijk, zie je? Hier is al het een en ander goed naast een gordje in. Even kijken, ik denk dat wij... Even kijken, wat gaan we eens allemaal onderzoeken hier? Eens even kijken, is dit kapot? Dat ziet er wel erg kapot uit. Is dit kapot? Hartstikke kapot. Even kijken wat hier allemaal nou precies aan het defect is. Nou, dat is gelukkig heel. Mocht ze blij mee wezen trouwens, dat het heel is. Ik geloof als je die dingen naast een gotje in hebt, nou dan... die is ook kapot trouwens. Ze maken hier best wel veel... Nou, ik wil eigenlijk niet dat ze hier heel veel kapot maken, dat we dat voorop stellen, maar... Ja! Dingen gaan al helemaal kapot en dat geldt ook natuurlijk voor een trein, die gaat ook helemaal stuk. En als een trein stuk is, dan is het altijd duur om deze te repareren. Ik heb nog nooit gezien dat je een trein goedkoop kunt fixen, voor een paar euro. Ik denk ook niet dat de NS het vaak tegenkomt. Die even alles wel eventjes nakijken natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Het gaat om de veiligheid van de andere, van de passagiers eigenlijk. Een van die dingen was trouwens ook kapot, had ik wel snel gemerkt. Brake calipers zijn goed. Wheel axles, ja, die kunnen we wel snel verdoen. Dat zijn natuurlijk wel de grotere dingen eigenlijk. Nou, gelukkig zijn de wielen in orde. Ik denk die niet. Nee, dat is ook niet in orde. Je ziet hoe dat ding eruit ziet, joh. Ik heb trouwens ook even een upgrade gekocht. Waardoor je dus sneller de schroeven kunt unmounten eigenlijk. Dat kun je in jouw tablet doen. Ik kan hier naar mijn workshop heen, zeg maar. En ik heb dus hier 4000 euro. En ik kan volgens mij nou nog iets sneller gaan als ik wil. Hiermee gooi je de kans dat je iets repareert omhoog. En dat geldt voor deze alle drie. Dus ja, dat is op zich best wel cool, maar het is ook wel heel handig om sneller te gaan schroeven, maar ik zit al op 2. Dus, ik doe gewoon allemaal wat. En dan die erbij. Zo. Heb ik in ieder geval wat. Ga dit nog eventjes onderzoeken natuurlijk. Dus kijken, want er moet hier nog wel iets namelijk kapot zijn. Alleen ik weet niet wat hier nog kapot is. Ah, hier. Deze axle die is er helemaal naast zijn grootje in. Want het waren 6 onderdelen volgens mij die voor ons gezien defect zijn. 6 of 7. Die is ook kapot. Oeh, daar zullen ze vast niet blijven zijn dat die kapot is. Er zijn wat zware onderdelen van de trein. Die is ook kapot. Even kijken, hebben we ze nu trouwens allemaal gevonden? Even op de ding kijken. Ja, we hebben ze allemaal gevonden. Dus we kunnen stoppen met zoeken. We gaan even in disassembly mode zitten. En we halen de boel daar eventjes vanaf. Even kijken, wat doen we dat ook. Dat eraf. Nou, je kunt al een beetje zien dat het schroeven dus wat sneller gaat. Krijg je de boten nu ietsje sneller eraf dan anders. Kijk, dat was het. Jij hier. Disassemble. Je moet ook vanaf, vriend.
Zo. En nu kan deze eraf als het goed is. Mooi. Oké. Die is er vanaf. Nu moet die er ook vanaf. Maar dan moet eerst deze weer vanaf. Zo. Nou kan dit grote gevaarte. Oh jeetje, moet je zien wat een flinke boot naar vast zit. Niet normaal, joh. Goed, we gaan eventjes naar de... hoe kan ik het dan makkelijk naar de andere kant? Gewoon door, denk ik... Ja, door hier op te drukken, dat is veel makkelijker. Nou, dit axel is ook kapot, maar dan moet eerst ook deze damper moeten vanaf. Zo. Nou, die zitten niet weer op de kleine schroefjes vast, hoor, die dingen. Goeiedag zeg. Even kijken, die is ook stuk. Maar dan moet natuurlijk eerst weer deze er vanaf. En dan eerst die. Nou, die was gelukkig vrij makkelijk om er vanaf te krijgen. Zo, en dan moet die nog. Die zit er ook aan verbonden. Zo, en nu deze. Voor mij is het laatste onderdeel dat we moeten eraf halen, volgens mij. Even kijken, hebben we alles er vanaf gehad? Het lijkt er haast op van wel. Alles is groen verder. Dus, dames en heren, op naar de workbench. Even kijken wat die voor ons doet. Oeh, poei. Wrong workbench. Nou, dat lijkt me vrij zin aan dit. Repair. Yes. Yay. Nou, dat is al mooi. Die kunnen we repareren. Oké, dat is tof. Ik weet niet hoeveel geld ons bespaart eigenlijk als we al die boel hier gaan repareren. Maar what gives. Nou, dit gaat even de goede kant op zo. Nou, die hebben we allemaal gerepareerd. Dan moeten we alleen nog twee stuks. En volgens mij moeten die bij die workbench. Ja, dat zie ik al wel inderdaad. Succes. Nou, mooi. Nog een succes. Nog mooier. Even kijken, zijn er nog meer? Oh, die. Voor mij was ik dingen aan het repareren die helemaal op zich niet hoefde volgens mij. Even kijken, alles is gefixt. Nou, dat is mooi. Want dan kunnen we even terug naar de trein heen. Dan zetten wij alles in installation mode. En dan kunnen wij de boel terugplaatsen. Volgens mij hebben we hier niks weggehaald. Dus we zetten dit eventjes weer terug. Het is wel grappig dat als je iets repareert, dat het ook meteen weer gloedje nieuw eruit ziet. Dat alle roest er ook gewoon gelijk vanaf is. Moet toch best wel lachen eigenlijk. Ik bedoel, hoe vaak zie je nou dat gebeuren dat ook al de... Ja. Dat alle roest er in één keer vanaf is, zodra je iets repareert door alleen maar met een hamer op te slaan. Ik bedoel, geloof me, als ik met een hamer op een roestig onderdeel ga slaan, dan is de roest echt niet weg, hoor. Ik denk, wat moet nog meer? Dit hydraulic systeem moet er even weer op. Zo. Nou, nu de axlebox. Hoppatee, nou, met die dikke vette spijlen wat hij vastgezet. En die natuurlijk ook. Ik dacht trouwens dat die veer ook defect was, of was nou de veer niet kapot? Ik dacht dat een van onze veren kapot was, of zijn die allemaal groen? Nee, die veer is allemaal groen. Oké, dan heb ik niks gezegd. Terug in installation mode. Volgens mij kan dat ding er zo op. Nee, moet wel vastgeschroefd worden. Oké, top. We gaan eventjes naar de andere kant. We zetten deze axlebox even weer op. Ook weer met de twee lange spijlen. Dan de damper. Zo. Top. En dan kan deze erop. Kijk, ja, ik wou zeggen, ik mis nog wat onderdelen inderdaad. Zo. Zo, en deze kant er weer eentje op. Zo, en voor mij hebben we nog één onderdeel over. En dat is inderdaad deze. Zet er ook op. Kijk eens aan, meneer. Volgens mij is uw trein zo goed als nieuw. En, oeh, wauw, $2000 voor het finishen van de orde. Dat is ook op zich niet heel erg min. Ik krijg ook nog een bonus erbij. Oké, nou, we krijgen in totaal €2000. Dat is op zich niet gek. Voor een leuk jobje. Goed, we gaan eventjes weer terug naar de brug. Of ja, noemen we het ons kantoor eigenlijk. En dan gaan we eventjes kijken wat we allemaal nog meer hebben. Job nummer 6, verdienen we €1000 mee. De locomotief is over iets heen gereden. De voorkant van de wielen hebben aandacht nodig. Nou, dat doe ik altijd graag.
Met andere woorden, het kan dus zijn dat deze trein letterlijk vierkante wielen heeft, dames en heren. Op zich best wel een geinig ding om een keer vierkante wielen mee te maken. Eens even kijken, wat is er weer handig om dan de hydraulic mee te nemen? Jazeker. Zo, nu staan die levels een beetje gelijk aan elkaar natuurlijk. Kijk, we zien natuurlijk al meteen waar het probleem ligt. Die zijn natuurlijk hier bij de axles. Maar om de axles ervan af te halen, dames en heren, zijn we natuurlijk niet zomaar klaar mee. Dan moeten we eerst dit allemaal ervan afhalen. Doe eventjes. Zo. Die eraf. En dan moet natuurlijk ook aan deze kant waarschijnlijk. Even kijken, als dit er niet aan deze kant. Nee. Die gaat er vanaf. Oh, de hele front axle moet er ook vanaf. Oh jeetje. Zo, er moet iets meer vanaf dan ik dacht. Goeiedag. Ik moet echt gewoon het hele ding slopen omdat zijn wielen naar zijn grotje zijn. Kijk wat nog meer. Aan deze kant, ja, de axle, doen we de console aan toe. Maar eerst deze nog even. Oké. Nou, heb ik dat gehad. Dan moet dit voor een stukje ook vanaf. Dus we moeten de hydraulic damper even weer vanaf halen. En zo, dan kunnen we de axle box er vanaf halen. Nou, volgens mij is er verder helemaal niks meer. Dus nou aan de andere kant doen we hetzelfde. Halen we de damper er vanaf. Het zou toch geniaal zijn dat we die wielen kunnen fixen door met een hamer erop te slaan. Goed, en ook als het goed is, hoppatee. Nou, we hebben de wielen. We hebben de wielen. Is misschien een beetje zwaar in mijn broekzak, maar we hebben de wielen daadwerkelijk. Wrong workbench, sorry. Right workbench. Woep. Fixed. Tuurlijk. Ga gewoon wielen met een hamer bewerken. Hoppatee, het is klaar hoor. Goed. Even terug weer in assemble mode. We zetten het wiel extra op. Alsjeblieft. Hé, hey, mooi ex jongen. Zo, even die spijlen weer aandraaien. En dan de damper er weer op. Zo. Snel klusje lijkt het een keer. Hoeft niet altijd lang te duren natuurlijk. Even de brake caliper er weer op natuurlijk. Anders kun je niet remmen. Even kijken, terug naar de andere axle box. Zet er ook even weer netjes erop. Zo, die gooien de spijlen erin. Damper er terug op. Zo, die gaat naar beneden in. En even kijken, nou mogen deze dingen opgedrukt worden. Zo. Nou, die hangen dus helemaal gewoon los aan, want er komt geen bootje of schroefje aan te pas. Nu deze met zijn hele veel schroefjes. Zo. Hartstikke mooi. Oké, heb ik nog iets in mijn inventory? Nope. Goed, dan moet de trein klaar zijn en dan hebben wij hiermee 2000 euro verdiend. Toch wel 2000 euro. Ik dacht dat het een job van 1000 euro was. Of krijgen we er extra bonus voor ofzo? Kijk, we krijgen een bonus omdat wij niet veel kosten verbruiken. Daar zijn natuurlijk mensen heel erg blij mee. Daar vinden ze natuurlijk heel helemaal gek van. Lage kosten. Even kijken, de locomotief is gestopt langs de baan en kan niet bewegen. Het blijkt dat er een probleem is met de motoren. Het moet, je moet de trein meeslepen naar de workshop om te repareren. Nou, dat is dan inderdaad, dat moeten we maar even doen dan. Dus dan gaan we even weer naar buiten heen. De welbekende buitenwereld. Moeten we even kijken. Ik heb natuurlijk niet gekeken waar dat ding staat. Maar volgens mij komt dat zometeen nog in het menu, aan de bovenkant te staan, gelukkig. Dus dan kunnen we eventjes zien waar we nou ook alweer die trein precies op moeten halen. Eens even kijken. Square A4. A4, waar is A4? Dit is allemaal A. A4 is hier dus. Wat zou het beste zijn? A4. Wat het beste is om hier naartoe te rijden en dan de wissel om te leggen. Dat is het makkelijkste. En gelukkig maakt het niet uit hoe je de wissels hier behandelt. Je mag gerust met 60 km per uur over de wissels heen rijden, vinden ze helemaal niet erg. Nee, we hoeven niet naar de depot heen, we gaan even lekker de andere kant op. Even terug naar de map, hoe gaat ons... Ja, dat gaat wel goed denk ik. We moeten wel alleen even in de gaten houden welke kant we zometeen op moeten voor het andere spul. Nou, ik blijf vaak zeggen, het is op zich best wel grappig dat hier van die elektriciteitsmasten hangen. Ik bedoel,
Ja, dat kan trouwens allemaal, dames en heren. Je kunt gewoon hier keihard die wissels nemen. Niemand die heeft er op zich een klein beetje last van. Dus ja, ik neem die wissel maar gewoon met hoge snelheid. Kan mij het verder wat schelen. A4 is dus hier, maar het kan dus zijn dat de trein hier staat of dat de trein hier staat. Dus we moeten zo meteen even goed in de gaten houden waar het groene dingetje heen gaat. Kijk, we komen nu een beetje in de buurt van de bocht. Dat scheurt natuurlijk ook gewoon met gigantische... Kijk, dat is tenminste een toeter. Dat is tenminste iets om betoeteringswaardig te noemen. Oké, okay, nou, prima. Als ik me niet van het spoor afflikker, vind ik alles goed. Volgens mij... Ja, we moeten naar voren heen. We hebben de wissel verkeerd liggen. We moeten daarheen. En vervolgens kunnen wij de andere... Kunnen we weer terug naar de... Nou, hoe doen we dat? Naar de dingen heen gaan. Zo, dan gaan we andersom. En dan zetten we die wissel zetten we even netjes om. Dan hoeven we volgens mij niet de trein erop te slepen, maar we hoeven alleen maar te koppelen. Dus dat scheelt wel weer aardig. Want kraanwerk is namelijk meer werk dan gewoon de opkoppelen. Is die trein trouwens niet eens? Oh, ik denk dat het toch kraanwerk wordt, dames en heren. Wordt toch kraanwerk. Gezien de locomotief, die ligt gewoon compleet naast de track. Dus we gaan even dat ding uitklappen. Vervolgens moeten wij even de hoogte ingaan. Zo. Even draaien. Wat verder. Ik voel me nu net zeg maar zo'n grijpmachine, weet je wel. Zo'n grijpmachine die moet opereren om... Ja. Oké. Okay. Aan de haak slaan dat ding. Zo. Ik vind wel dat hij voor een trein een beetje veel aan het, weet ik veel wat is. Dender om het zo te zeggen. Hij heeft wel een beetje, ja, aan het. Kijk, zo, hop, rustig, steady. Oké, wat lager. Die is nu ook goed. En alleen de angle. Dat is rotaten. Oh. Moet ik hem echt helemaal omdraaien? Ja, lol. Ik moet de trein helemaal omdraaien. Even 180 graden. Waarom dat per se nodig is, weet ik niet. Maar ik had er op zich niet heel erg goed bij nagedacht. Waarschijnlijk mee te maken welke kant je op rijdt. Nou ja, is op zich ook wel grappig. Een keer wat te doen, hè. Keertje wat nieuws. Even een hele trein rood treden. Geen probleem. Dat het trouwens gaat lukken, dat hij zijn draai wel kan maken en niet tegen de trein aanknalt. Volgens mij past dat ook weer gewoon net. Zo. Oh, zal ik jou... Laat de zakken nu, neem ik aan. Ja, kijk aan, netjes. Goed, we staan erop, dus we kunnen nu weer terug naar voren heen gaan om zo onze weg terug te vervolgen. Als het goed is gaan we nu de goede kant op, toch? Nee, dat gaan we niet. Andere kant op. Zo, andere kant. Goed. Voel jij. We gaan dus hier, als we langs Dieseldepot heen gaan, dan kun je zo zien... Dan kunnen wij dus even weer rechtsomkeerd maken. Zonder enig probleem. En terug naar het depot keren. Kijk, zei toch, je kunt gewoon met 60 km per uur over die wissels heen scheuren. Heeft deze trein op zich niet heel erg veel moeite mee. En op zich ook niet met, met deze bocht. Heeft er ook helemaal geen probleem mee. Kan gewoon met 60 km per uur.
kijken, waar zijn we nu? Nou, scheur zo snel mogelijk naar het dieseldepot heen. Hoppatee! Was maar goed dat we het andere spoor niet genomen hebben, wel zelfs. Anders waren we nu keihard tegen die andere trein aangeknald. Daar ben je op zich ook niet blij mee. Nou, oké, we komen nu in de buurt van West Station. We zien daar de diesel engine mugs aan. Dus ik heb een tijdje tractie eraf gehaald voor de zekerheid. En dan kunnen we zo even remmen. Nou, zeg maar even 7 remmen. Zo, gaan we weer vooruit. Dieseldepot draai even om. En dan kunnen we eens gaan kijken wat zometeen met deze trein nou precies aan de hand is. Er kan natuurlijk van alles meer aan de hand zijn. Goed, the vehicle has been restored properly into the train workshop. Nou, hij is dus in de workshop gelukkig. Thank God. Waar moest je toch zonder die workshop? Nou, daar ligt daar is onze mooie geredde trein. Vindt de oorzaak dat de tractiemotoren het niet meer doen. Nou, we weten in ieder geval waar we moeten zoeken. In de tractiemotoren. Eens even kijken, dan weet ik niet of dit onder een defect hoort, ja of nee. Nou, dus de cover is verder in orde. Die is in orde. Die is in orde. En die ook. Nou, prima. Zet ik even te kijken. Het zou veel zijn als een van die dingen namelijk defect is. Dat zou ook heel lastig. Maar het zou toch zomaar een van die ringen kunnen zijn. Of deze bijvoorbeeld. Nee, die is dan weer in orde. Moet ik die ring even checken ofzo. Nou, dit ziet er allemaal wel goed uit natuurlijk. Het is toch de engine die filter. Dus je gaat wel even in de buurt zoeken van de engine. Wat voor een probleem die kan geven. Het zou natuurlijk best wel rotter zijn als er een piston kapot is of zo, weet je wel. Oké, nou die zijn dus in orde. Wat zit dan hier ver... Oh, wacht even. Oh! Oh nee, het zijn toch de wielen. Nee, ik heb het fout gehad, dames en heren. Het zijn toch de wielen. Oh, de fuel tank moet eerst naar de fuel tank heen gaan. Zo, even voor de zekerheid kijken hoe het met de fuel tank staat. Die is goed. En die zijn goed. Nee, want ik zag al... Kijk, hier is er namelijk een probleem. Ik weet niet wie dit ding gewoon zo gesloopt heeft, maar... Er is hier toch iets heel erg fout gegaan. Ik bedoel, ik weet niet waar de machinist over in gereden heeft, maar... Ja. Die kan er nog niet uit, omdat... Oh ja, natuurlijk. Dat zijn mijn... dat zijn natuurlijk mijn vriendjes, zijn dat. Dat zijn de schroefjes die het allemaal... Ja, het lastigste op zich eruit krijgt. Maar het is nog wel een klein beetje te doen. Alleen het enige wat het lastig maakt, is dat ze 8 schroefjes hebben. Oké. Nu kan die eruit. Maar die heeft ook natuurlijk 8 schroefjes. Kijk, dat is een van de redenen waarom ik juist van die snelle schroef-upgrades haal. Want die vind ik gewoon heel belangrijk. Dat dit minder lang duurt. Zo. Oh, die wacht er nog niet af. Nog even 8 schroefjes loshalen hier. Kijk, en als je het dan zo op deze manier doet. Dan pak je ze veel sneller dan als je... Ja, dat ding heel traag gaat natuurlijk. Zo. Die ook kapot trouwens. Even kijken. Laten we eerst even kijken van hebben we alles. We hebben alles al. Oké. Goed, dan breng ik ze even hier naartoe. Dit is de workbench. Repareer dat ding eens even. Nee, dat gaat sowieso niet lukken, denk ik. Dat denk ik gewoon dat ik loop hier. Oh, oké. Goed, gerepareerd dus. Prima. Electric motor rotor shaft. Hoort hier ook bij? Electric motor rotor shaft. Ja, die hoort er ook bij. Oké, we gaan je proberen te fixen. Gelukt. Tof, hartstikke mooi. Gaan we jou proberen te fixen. Dat is ook hartstikke mooi dat het werkt. En we gaan je ook proberen te fixen. Hartstikke mooi dat dat ook werkt. Goed, we hebben alles gefixt. Ik ga even terug naar de engine. Gloedje nieuw. Alsjeblieft.
De velf mag er weer op. En dan gaan we hem vastmaken natuurlijk. Met een ja, iets oudere, maar toch intacte... Ja, kap om zo te zeggen. Zo. Oké. Nou, nu kan de engine mounting kan ook weer terug. Nou, daar komen ze weer hoor. De schroefjes. Zo. Oké, top. En dan mogen deze erop. Nou, daar komen ze weer. Het eeuwige Nou, je hoeft op zich nou niet meer per se mee te bewegen met de schroefjes. Ik bedoel, als ze eenmaal erin gaan, dan gaan ze erin. Je hoeft niet meer echt mee te bewegen, merk ik wel. Dat deed ik automatisch wel. Maar het is op zich niet nodig. Even, ik heb nog iets in mijn infanterie. Ja, die shaft natuurlijk. Even kijken. Die knallen we erop. En die knallen we erop. Alsjeblieft. Kijk aan, als het goed is, is de trein nu gefixt. Dat hebben we. We zijn onder ons budget gebleven. En dat is op zich goed eigenlijk. Dus we hebben, als het goed is, hier 1000 euro mee verdiend. Ja, we hebben hier 1000 euro mee verdiend. Gelukkig. Nou, ze zijn dus blij met ons. Dat is heel erg goed dat ze blij met ons zijn. Ik ga eens even kijken wat de laatste opdracht inhoudt. We hebben een locomotief ontvangen. Dat heeft een probleem met het met heuvel opgaan. Het blijkt dat het een probleem is met de hoofdmotor. De locomotief moet zo snel mogelijk gerepareerd worden. Het blijkt dat de motoronderdelen beschadigd zijn. Maak de nodige fixes. Nou, dat doen we dan. Gelukkig staat de trein hier intern. Dat is ook tevens de laatste opdracht die we gaan doen. 4 onderdelen die kapot zijn in de main engine. Nou, we zijn de vorige keer ook er flink in getrapt. Dus ik ga toch even kijken of ik hier iets zie. Even kijken. Dit is de engine namelijk. Even kijken. Hoe staat het met de engine? Het valt me wel... Deze dingen vallen mij wel op. Maar volgens mij hangen ze weer net niet tegen kapot aan, om maar zo te zeggen. Die staat wel heel verroest. Die is defect. Oké, duidelijk. Oké, dat zorgt er niet. Ik hoop wel niet dat we de hele engine uit elkaar hoeven te halen. Als je dat moet doen, dan ben je flink genaaid. Even kijken. Heel goed kijken. Even rustig en goed kijken. Zijn er ook niet van die... Kijk, want het lijkt wel alsof hier wat in zit. Kunnen we dit even ervan... Ik haal even deze dingen ervan af. Zo. Kijk, het lijkt erop alsof dit hier kapot is. Nee, die niet. Die ook niet. Die ook niet. Oké. Okay. Wat ik nou gewoon voor de gek hou of zo. Ik denk het wel. Eens even kijken. Die zijn ook in orde. Zullen deze ook allemaal in orde zijn dan? Ik denk het wel toch. Jammer dat je trouwens niet van het apparatuur hebt waarmee je alles in de gaten kunt houden. Normaal gesproken had je bij Car Mechanic Simulator had je nog de optie om... wat kon je ook weer doen? Je kon door bepaalde tests kon je heen gaan. En met die tests kon je bepaalde onderdelen tegelijkertijd meten. Dat was wat makkelijker. We gaan weer terug in December mode zitten. Eens kijken of wij iets hieruit kunnen halen. Want deze is schijnbaar allemaal niet verrot. En het lijkt dat die bovenste clipjes ook wel in orde zijn. Maar hoe zit het met deze kleine dingetjes. Dat zijn hydraulic systemen, zijn dat. Dat ziet er ook weer goed uit. Wat zijn dit eigenlijk? Zijn dit... Die draadjes horen toch hierbij, hoop ik, of? Oh jeetje, Mina zegt de fuel hose. Mag je die draadjes ook serieus al gaan nakijken, ja? Nou, ik hoop niet dat het daadwerkelijk zo moeilijk wordt, eigenlijk. Maar goed. Moet even echt inzoomen, denk ik, hè. Oh, wat een detail, jongen. Wat een detail. Ah! Ik weet het niet, hoor. Met die fuelhoosjes. Nee, die zijn wel goed. De fuelhoosjes zijn wel goed, in ieder geval. Ook al ziet het er heel verrot uit, het blijkt dan daadwerkelijk toch wel goed te zijn.
Waar kan dit nou in zitten? Ook dit ziet er allemaal goed uit. Het komt van de main engine. Het komt van de main engine. Nou, hoe gaat het hier allemaal mee met deze Merc en met Uber de fuel tank? Maar oké. Toch eens eventjes hier kijken of ik hier misschien nog iets defect zie. Even met het blote oog heel snel. Ja, de job zegt ook heel duidelijk. Van dat... engine parts, dus engine parts, zijn eigenlijk kapot. Maar ja, engine parts, die kunnen daar zitten, maar die kunnen ook deels hier zitten natuurlijk. Kijk, ik kan wel straks nog een verrot zoeken hier, maar stel je voor dat het echt anders zit, hè? Crankshaft, oké. Okay. Pistons, oh ja, die heb ik ook niet goed bekeken. Kijken naar de pistons. Dat zit ook allemaal goed. De pistons. Kijk, dit is het probleem, dames en heren. Kijk naar hoeveel er... Kijk naar hoeveel dingen er kapot kunnen zijn. Dat is zoveel. Kijk, die is goed. Is allemaal goed. En ik zie... Ja, ik heb hier de defecten afgehaald, hè. Misschien dat ik even hier verder moet gaan zoeken. Want deze kap die was ja toen beschadigd. Dus misschien dat er wel meer aan de hand is met dat ding. Ja, ik kan ook niet zien hoe die invul ook kapot kunnen zijn natuurlijk, maar... Ja, dit is weer zo'n typische opdracht waar je echt je... Ja... Echt even mag gaan zoeken. Maar ik ben benieuwd of het hier wel daadwerkelijk in zit. In dit stukje van de motor. Het kan natuurlijk van alles zijn. Ik snap nu ook wat ze bedoelen met dat het op een gegeven moment heel moeilijk zou worden. En dat was het inderdaad wel, ja. Ah, dan moet hier toch wel iets te zien zijn wat hier aan de hand kan zijn. Zou het echt die draadjes kunnen zijn? Zullen ze zo gemeen zijn? Het is allemaal groen, hè? Allemaal netjes groen. Wat kan hier toch nog aan de hand zijn? Crankshaft is ook oké. Even kijken, dit kan ook wel op de motor horen, hè? Dit. Maar ook hier zie ik eigenlijk niks dat ook dan echt ernstig beschadigd is. Ik bedoel, er zijn wel wat beschadigingen, maar ze zijn niet zo zwaar dat je zou zeggen van, nou, haal ze er maar vanaf, weet je wel. Even hier een keer goed kijken dan. Die wielen zijn ook oké. Okay. Dames en heren, ik denk dat wij... Dat ik echt even wat beter moet gaan kijken. Dus dat we even bewaren voor de volgende episode. We hebben één onderdeel gevonden. Dat is de valve cover. Maar waar het er nog meer in zou kunnen zitten? Ik heb geen idee. Er zijn zoveel onderdelen. Ik zal alleen deze nog even checken. Die komt nog wat, dus Merc.
Ah, die is allemaal in orde eigenlijk. Nee, allemaal in orde. Dus, goed dames en heren, ik hou het hier even voor gezien voor het stukje. Als jullie de episode leuk vonden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zou je graag meer van mijn episodes willen zien, dan kan je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Voor nu zou ik tegen iedereen willen zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Tot ziens. Dag.